Een vraag die heel veel wordt gesteld. Zouden de drie dochters van Willem-Alexander en Maxima nou ook op Instagram zitten? Natuurlijk, het zijn pubermeiden. Amalia, Alexia en Ariaan zijn wat dat betreft net als al hun leeftijdsgenoten. En ook daar kijkt mama graag mee. Hun nichtje, Eloïse, de oudste van Constantijn en Laurentien, heeft een openbaar account waar iedereen dus een glimp kan krijgen van haar privéleven en een afgezonderd account, echt voor familie en vrienden. Op het openbare account zie je bijvoorbeeld hoe ze in de tuin zit, in Den Haag, thuis, of met Kim Veenstra op het circuit en op vakantie in Griekenland, maar ook de hond, Django, mag niet ontbreken. Die Labrador heeft zelfs een eigen Instagram-account, waar je hem vrolijk kunt zien springen over de buxusheggetjes van prinses Beatrix. Maar wat de kinderen van Constantijn en Laurentien op hun privé-Instagram plaatsen, dat zullen we nooit te zien krijgen. Amalia, Alexia en Ariaan hebben ook zo'n afgeschermd account, waar ze alleen hun intimi toelaten. Wat ik kan zien is dat erbij de koninklijke familie is, familie uit Argentinië, buitenlandse royals van hun leeftijd, klasgenoten. En aan hun profielfoto zie je dan ook weer dat ze ook gebruik maken van Snapchat. Maar de meiden hebben gelukkig ook een openbaar account, ook al is het anoniem. Die van Alexia was als eerste uitgelekt. Een fashion-account waarbij ze kledingsetjes met elkaar combineerden. Ze vroeg ook om raad bij de volgers en de winnende set werd maandag op school aangetrokken. I don't do fashion, zei ze, I am fashion, naar Coco Chanel. Toen dat account inmiddels bij heel veel mensen bekend werd, duizenden mensen volgen haar, stopte ook het posten. Hoe weten we nou eigenlijk zeker dat het prinses Alexia is die achter dit account zit? Dat zien we aan deze deur. Kort na een familiefeestje op Paleis Noordeinde werd deze foto geplaatst. Bij deze deuren van de balkonkamer, waar Willem-Alexander de grote der aarde ontvangt. Een plek dus waar gewone meisjes niet zullen komen. Prinses Amalia koos voor een heel ander onderwerp op haar openbare account. Ze verbasterde haar naam naar Azalia en koos natuur als onderwerp. Het bos rond de Eikenhorst, het oog van een paard en als je dan goed kijkt en inzoomt, dan zie je daarin de weerspiegeling van de koninklijke stallen in Den Haag. Inmiddels heeft ze helaas haar account offline gehaald. En doe vooral geen volgverzoek, staat erbij. En prinses Ariaan, de jongste van het gezin, die blijft tot nu toe veilig onder de radar.